ook voor Dylan F. Boko. En die wordt nu afgevuurd door aan de buitenzijde Dennis Minema. En die gaat dan misschien nog in de achtervolging op zijn stalgenoot Dutch Dynamite. Dutch Dynamite brengt het veld de laatste bocht door. Met aan de buitenzijde dan de opkomende Dylan F. Boko. Cashflow loopt een goede koers. En daarachter is er dan Aboriginal Mirage. Koploper krijgt het nu moeilijk. En we komen in de laatste rechte lijn en de overwinning gaat naar band. De vraag is alleen nog even wie hier zo dadelijk de bloemen gaat ontvangen. Ik denk Minema, want dit vindt hij lekker. Dylan F. Boko op zijn best in de laatste meters. De 8 wint voor de 1 en de 4. En dan de 6. Maar voor de tweede plaats kijken we nog wel even de film na. We gaan huldigen, dames en heren. Geweldige winnaars van de opener. Dylan F. Boko en Dennis Minema. 6 jaar deze bruiner. En Ken Workington uit Pocono Boko. Pocono Boko en Mary. Die bekend staat om vroeg rijpheid. Maar bij deze Dylan F. Boko is het eigenlijk op latere leeftijd voornamelijk gekomen. Paard is gefokt door de Boko Stables Holland BV. En Titia en Saip Iwama. Paard is in bezit van de Spangenhoeven. Getraind door Bas Krebas. Gereden door Dennis. Dennis een overwinning die... goed doet, denk 1 ik. 1 en 2, dat is hartstikke mooi. Ondanks dat het onderweg niet heel hard ging. Ik denk dat zou misschien niet in zijn voordeel kunnen zijn. Nou, ik dacht dat er aardig tempo in zat. Ik kon hem niet echt aan het bid houden onderweg. Maar ja, laatste ronde geef je gewoon een ergens zweepeld op zijn staart. En dan deze dennen er wel overheen. We gaan ze in de gaten houden, de paarden uit band. Superpaard. En je mag toch wel geruststellen dat of de heren van de Spangenhoeven heel gelukkig zijn. Of dat ze er een neusje voor hebben. Maar het zijn fijne paarden. En daar gaat hij. U kunt in de handen, dames en heren, van mooie winnaars Dylan F. Boko en Dennis Minema. Circa 150 meter van het startpunt. Oei. Nee, kort mispasje voor de favoriet. Maar valt er weer snel voor. Nog 50 meter. En de start is gevallen. Paarden onderweg. Diana Cunera, die heeft overduidelijk niet ter dag. En de leiding wordt genomen door paard nummer 1, Dutch Dynamite. 14 euro. Terwijl de paard toch echt veel lager had horen te staan. Eens kijken wat er te halen valt. Van de Mespel een beetje ongelukkig. Want ook aan de binnenzijde is paard nummer 2, Darwin Boko, goed gestart. En ik denk niet dat de ruimte er zal zijn om in te parkeren. En dus wordt er even gekeken of er vooraan wat te halen valt. Het antwoord is nee. Maar in parkeren is nu wel mogelijk. En Dutch Dynamite gaat plaatsnemen op de rug van een hele lekkere gangmaker. Paard nummer 1, Dutch Dynamite. Dutch Dynamite, lengte voor, tweede plaats Aboriginal Mirage. Daarachter aan de binnenzijde Darwin Boko. En die wordt zo dadelijk mogelijkerwijs daglicht gegund. Mogelijk ook niet. Cashflow aan de buitenzijde ligt erbij. Uitgeschakeld is paard nummer 3. Diana Cunera ligt nog wel in het veld. Maar telt dus niet meer mee. Paarden komen op weg naar de rechterlijn voor de tribune. En op het moment dat Danny Brouwer het tempo uit de koers wil halen... Herhaling, uitgeschakeld nummer 3. Galop. Wim van der Mespel, daar heb ik niet zoveel trek in. En hij rijdt vol vertrouwen in het tweede spoor. Achter deze paarden dan aan de buitenzijde het nummer 2 van Darwin Boko. Aan de binnenzijde loopt daar paard nummer 7 Yokohama S. Daarachter Cashflow. Die heeft nu eindelijk een ruggetje gevonden. En achter Cashflow volgt dan aan de binnenzijde Dylan F. Boko. Een aansluiting is er voor Billy Norton. Deelnemers zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan in deze meimaand prijs. En het is nog altijd Dutch Dynamite aan kop van het veld. Aboriginal Mirage die lag lekker op zijn rug, maar wil een hoger tempo en zet de koploper nu onder druk. Daarachter krijgt Darwin Boko derhalve een koers op maat. En achter deze paarden komt er vanuit de start van het veld wat reactie. Want in het buitenste spoor meldt zich daar paard nummer 5 Billy Norton, een gigant van een outsider met Jan Thijs de Jong. In 3-4 sporen koersen de paarden af op de rechter. Met nog een rondje te gaan, maar het is aan de binnenzijde nog altijd stevig aan de leiding Dutch Dynamite. Dutch Dynamite, buitenzijde Aboriginal Mirage. Daarachter volgt dan in het buitenste spoor paard nummer 2 Darwin Boko. Aan de binnenzijde loopt geen meter te veel. Yokohama S, galoppade daar voor Billy Norton. Dat betekent ook een galoppade nu voor Darwin Boko. Dat de ruimte er komt voor Cashflow, een paard met een geweldige schot. Uitspraak op nummer 5, galop. En dat geldt ook voor Dylan F. Boko. En die wordt nu afgevuurd door aan de buitenzijde Dennis Minema. En die gaat dan misschien nog in de achtervolging op zijn stalgenoot Dutch Dynamite. Dutch Dynamite brengt het veld de laatste bocht door. Met aan de buitenzijde dan de opkomende Dylan F. Boko. Cashflow loopt een goede koers. En daarachter is er dan Aboriginal Mirage. Koploper krijgt het nu moeilijk. En we komen in de laatste rechte lijn en de overwinning gaat naar band. De vraag is alleen nog even wie hier zo dadelijk de bloemen gaat ontvangen. Ik denk Minema, want dit vindt hij lekker. Dylan F. Boko op zijn best in de laatste meters. De 8 wint voor de 1 en de 4 en dan de 6.